Fred van der Bist, de stage zit erop. Hoe kijk je erop terug nu? Ja, met een heel positief gevoel. Ik denk dat we hebben hard gewerkt. We hebben twee goede wedstrijden gehad. Met minder goede, maar vooral ook een paar heel goede momenten. En dat is het belangrijkste naar die wedstrijd van Kortrijk toe. Er waren twee nieuwkomers bij, Milic en Musonoa. Hoe hebben zij zich geïntegreerd in deze groep? Ja, ik denk dat je onze ganse week gevolgd. Ik denk dat je kunt zien dat ze goed in de groep opgenomen worden en dat ze een snelle aanpassing gaat hebben. In ieder geval het af te wachten hoe dat ze een competitie gaan voor de dag komen. Maar alleszins in die twee wedstrijden op training hebben ze hele goede dingen laten zien. Zaterdag wacht Kortrijk, dan zijn er nog 8 wedstrijden in reguliere competitie. Wanneer zul jij een tevreden trainer zijn op het einde van het seizoen? Kijk, onze doelstelling was ons zo snel mogelijk redden. Ik denk dat we daar tot nu toe goed in geslaagd zijn. Ik zie ons toch nog meer in de problemen komen. Ik hoop als we die 3-4 moeilijke wedstrijden die er nu aankomen met positief gevoel kunnen doorkomen, dat er misschien wel nog iets moois weggelegd is voor die Oostende.